de schouder en ze stelt zichzelf even voor. Ik maak dat een lied paraat, die heeft ze 20 jaar voor gewerkt en ze hebben het nu. Het is een kroon op haar werk, ze hebben op haar vechtkus. En ze hebben het dik verdiend. Een meisje geboren voor het schaatsen. Ze zei ze, ik ga het laten maken en ze had gelijk. En je had gelijk. De gouden plakken stop ze nou maar lekker in je zakken. Want je deed het wel, je was veel te snel. Irene Schouten, zou je er nog eentje kunnen pakken? En je deed het wel, ja je deed het wel. Dus na alles heb je dit verdiend, Irene. Ja, na alles heb je dit verdiend, Irene. Ja, na alles heb je dit verdiend, Irene. Ja, na alles heb je dit verdiend, Irene. Ik zag maar dat je was gretig. En dat is altijd wel. In die laatste ronde zie je gewoon een beetje. Ik ben zo ver gekomen. En ja, dankzij dat heb ik dit gehaald. Dus het ook een beetje van jullie. Wauw! Irene Schouten, dames en heren. We hebben een hele beroemde Bergen-Zoven gehad. Theo Komen. Ja? Wat had hij geroepen? Meisje, 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 wat ga je doen? Ja, het zou wel mooi zijn als hij nog wat had kunnen roepen, ja. Wat gaan jullie anders doen bij de andere achtervolgingsploeg? Gaan jullie wat veranderen? Ja, ik heb daar geen invloed op, dat is de KNSB. Ja, maar je kan toch wel toch wat zeggen van ik wil het zo, ik wil het zo. Ja, dat heb ik van de zomer al gezegd. Maar ja, als de KNSB... Daardoor kwam er allemaal ruis op de lijn. Nee, dat op zich viel wel mee. Het was gewoon, werd niet getraind. Dus we wisten van tevoren, dit gaat heel moeilijk worden. Hey, in ieder geval gefeliciteerd met het behalen van deze drie plakken. Dank u wel. En die andere met het gouden randje. Zeker, ja, dank u wel. Dus na alles heb je dit verdiend, Irene. Dank je, Jeff Leout en Irene Schouten. Heel blij, dank je wel.